producten. Maar dat zou je dus willen documenteren op de website, dat we dat hebben? We hebben meer voor het bedrijf, dat je tegen het bedrijf wil zeggen, kijk daar, hè, daar leen je het aan uit. Oh, en ja, ja, ja. Denkt, hey, dit is interessant. Maar ook voor de bezoeker die iets wil weten over iets wat hier ligt. Ja, maar dat is dan is het duidelijk van, oh, daar is permissions voor web, zo kan ik er komen. Dan is het open. Ja. En zo vlieg je even, beter. Ik kan Jeroen heel slecht verstaan. Nu beter, denk ik. Maar nu sta je ernaast hem, dus... Ah, kijk. Je moet het nou ook bedrijven. Dat kon ik niet helemaal volgen, dit gesprek. Ja, wij willen ook aan bedrijven gewoon vragen, hè, van mogen we jouw product of lenen of displayen, ja. In een future lab. Maar dat is het feit dat we ergens naar kunnen verwijzen, dat een bedrijf ziet van, oh, dat is het, daar geef ik mijn spul uit. Ja, ja, dus, en ook van, en dan doen mensen er iets mee, het levert iets op. Dus het moet in het algemeen zijn, het moet gewoon informatief zijn voor een persoon die nog niet weet wat permission to web is. Want als je hier op deze website komt, dan word ik al helemaal schizofreen en slecht. Ja, haak je eigenlijk al een beetje af, vind ik. Er staat heel veel tekst en ik weet niet waar ik naar moet kijken. Want het enige waar ik naar kijk is de raket en de titel en dan weet ik het al niet meer. Nee, dus dat is iets wat we moeten verbeteren. Het is voor mij nu echt een technische website. Ja. Ook de open source groepen, die hebben meestal dit soort websites. Het is heel veel techniek, veel technische termen. Prima als je daar echt in zit, maar vooral als je zegt van nou, we willen bijvoorbeeld een combinatie maken ook met het onderwijs. En dat zou een mooie kans zijn, dan is het wel belangrijk dat het heel toegankelijk is qua taal ook en qua visualiteit, dat het gewoon meteen een beeld geeft van wauw, ja, dat zie ik wel zitten, ja. Ja, je kan niet een hele lange tekst van 1000 woorden kan je ook eigenlijk in 3 zinnen, zeg maar, een soort samenvatting geven. Ja. En als je dan meer wil lezen, bijvoorbeeld over Permanent Lab in Utrecht, dan ga je naar de pagina van Permanent Lab in Utrecht. Dus dan verwijs je alleen maar, je verwijst elke keer gewoon door. Dus je hebt waarschijnlijk dan gewoon verschillende velden op die website, dat allemaal heel kort uitlegt wat het is of wat we doen. En als je dan meer informatie wil weten, dan ga je gewoon naar de huidige wiki toe. Dan ga je gewoon dieper in de stof, zeg maar. Wat ik wel heel mooi zou vinden, als aan zo'n website heel duidelijk wordt dat het een soort community is van delen. Ja. En dus dat je ook op die website kunt delen, meteen. Dat je iets kunt toevoegen als kijken van, hé, dat vind ik interessant. Of als bedrijf, hé, ik wil meewerken, ik wil meedenken. Dat het een soort community vorm is waar je meteen iets kunt delen. Ook als kijker. Ja. En nu kun je het alleen maar consumeren. Jij kunt lid worden en dan kun je meteen een tekst toevoegen. Maar dat doen mensen. Vooral als je kijkt naar profielen van mensen, zijn mensen weinig producerend. En zijn toch vaak eerst consumerend, maar soms kun je het wel heel makkelijk maken om via de website ook meteen iets toe te kunnen voegen. Als bedrijf kun je zeggen, hé, ik heb iets moois, willen jullie dat toevoegen aan de Future Lab? Of hoe gaat dat nu in zijn werk? Ja, je hoeft niet per se een account aan te maken, je kan gelijk toevoegen. Alleen blijkbaar is het nog niet duidelijk hoe je kan toevoegen. Oké. Nee, maar dat kan dus wel, ja. Dus je kunt meteen als bedrijf zeggen, ik heb een mooie techniek hier in huis, dat wil ik bij jullie kwijt. Ja, het is geen plug-and-play, dus het concept is heel lastiger, dus het is zeg maar een soort businessmodel. En het product is allebei heel moeilijk. Normaal gesproken als je naar succesvolle businesses ziet, dan is eentje de complex en de andere is simpel. In dit geval heb je een business model en een lastig product. Dus dat is wel direct kortsluiting bij heel veel mensen. En ik zelf heb bij de wikipagina ook, ik heb er nu weinig mee gedaan, helemaal niks eigenlijk. In het begin misschien een beetje, maar gisteren keek ik er ook naar en denk, hoe begin ik? Ja. Nou, even kijken. Wat voor tekst moet er nou weer op? Nou, en dat kost voor heel veel mensen al weerstand en dan zijn ze weg. En daar kun je helemaal gelijk in, dat hoor ik ook hier. Maar het is wel allemaal mogelijk, maar je moet wel even zelf in gaan duiken. Ja. Dat zorgt voor de nieuweling. Ja, dit
laat maar. Want zullen we inderdaad, ja, helemaal waar. En het concept en de toepassing is complex. Maar zullen we samen bespreken wat zou erop moeten komen? We hebben het net heel even over het doel gehad, maar wat zou je gezien dat doel op de website willen hebben van een permanent feature? Ik denk dat het heel makkelijk is om te kijken. Ik denk dat het handig is om te kijken naar belangen en behoeften. En dan moet je af gaan stemmen. En dan vanuit dat perspectief kan je stellen van wat moet je nou op de website. En mensen worden ook hun ervaring kunnen delen, hè? Met die probeer. Is dat ook een verschil? Ik weet niet of dat via de website van Permanent Future Lab zit. Ja, hoe ik nu weer gedacht heb, maar dat ben ik, is zeg maar dat we faciliteren hoe mensen zo goed mogelijk kunnen delen. En waar ze delen, volgens mij zijn er al honderden kanalen om te delen. En het mooie van dat mensen ergens anders delen, is dat het een veel breder netwerk zichtbaar is. Als je zeg maar op Permanent Future Lab Wiki iets deelt, dan moet iemand naar die wiki gaan en dan zie je dat. Terwijl als jij het op je Facebook bijvoorbeeld deelt, dan krijg je ineens een heel Facebook netwerk van die persoon. Krijgt dat mee. En op de wiki zeggen we dan van hey, als je iets deelt, doe dan bijvoorbeeld hashtag PFLab. En als het over de 360 camera gaat, doe dan @Theta of zo. Dat is dan de naam van het product. Zodat de fabrikant @Theta ook ziet van hey, ik word vermeld. Mm. Dat maakt het voor hem weer aantrekkelijk om hier te zijn. Ja, maar dan heeft er dus ook iets op, hè? Want zij zien van hey, er gebeurt iets mee. Mm. Misschien zouden we dan sowieso een soort zo'n Twitter stream, gewoon die informatie die mensen al over het web delen, dus bijvoorbeeld die hashtag PFLab, dat die altijd zichtbaar is, ook op de homepage bijvoorbeeld. Yep. Dan heb je al direct een soort Ja, nu linken we inderdaad vanuit de wiki die hashtag PFLab naar een externe site, ik weet niet meer even hoe die heet, en die verzamelt Twitter, Instagram, Facebook. Nog. Ja, dan heb je Socratef, hè? Kun je dat heel mooi doen. Wat zei je? Huh? Wat zei je, Mariel? Op Socratef kun je heel mooi eigenlijk alles verzamelen. Je YouTube, je Facebook, je Twitter. Socratef? Ik zeg Socratef, dat is niet Socratef. Heet anders. Ik kom er zo wel even op. Ja. Dat zou je heel mooi kunnen toevoegen, omdat dat alles verzamelt eigenlijk. Ja. Maar het mooie is zijn dat wat Janine zegt, als je een soort van middelt embedded, dus binnen je homepage, ergens een soort van positie waar je bijvoorbeeld een carousel krijgt van dat soort items. Ja. En als je, foto's van foto's. En als je bijvoorbeeld op een productpagina zit van die Theta, dat je dan de combinatie krijgt van hashtag PFLab en wat er met dat ding voorbij vliegt. Denk ik hoor, zo stel ik me dat voor, ik weet niet hoe jullie dat zien. Dat zou fijn zijn. Bij wiki stel ik mij nooit een hele... Waarom hebben jullie voor een wiki gekozen? Dat vind ik eigenlijk meer een soort van inderdaad een encyclopedie-achtige omgeving, blijf ik het toch vinden. Mm-hmm. En als je zegt als doel wil ik hebben dat mensen meteen zien voor de eerste keer wat het... de meerwaarde wat jullie doelstellingen is van Future Lab, is dan wel de wiki een beste middel om dat te creëren. Ja. Er zijn meer doelen. Een van de doelen is openheid. En de wiki software is degene die het meest open is. Je zei net van, iemand moet direct kunnen bijdragen. Ja. En er is maar weinig software waar je gelijk kan bijdragen. En... Permanent Future Lab is van niemand, maar is van iedereen. En dat maakt het nu nog lastig dat de domeinnaam op mijn naam staat. Maar dat kan binnenkort ook verdwijnen via dan wat iets wat blockchain heeft. Maar dat is te veel details. Maar Wiki is heel goed in dat decentrale gezamenlijke eigenaarschap. In tegenstelling tot bijvoorbeeld andere software als Drupal of WordPress. Dan heb je vaak een soort hoofdbeheerder die accounts uitdeelt. Maar dat doel gaat eigenlijk ten koste van de gebruiksvriendelijkheid qua visualiteit, zal ik zeggen, toch? Dat hoeft niet. Een wiki-wijze, een wiki
ja, je liet een aantal linken zien van een aantal voorbeeldwikis. Ja. Van de university, dat zat op de Pardup. Ja. Die waren wel veel toegankelijker qua kijkers, zal ik zeggen. Ja. Dus dat zou je van deze wiki ook kunnen maken, of niet? Ja, dat is ook het idee van vandaag, om daar naartoe te werken. Oké, ja. En zelfs die wikis, die waren helemaal niet zo heel erg geniaal of zo. Je zag nog steeds dat het een wiki was, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. En wat fijn is aan een wiki is dus dat inderdaad iedereen kan bijdragen en dat je een geschiedenis hebt ook van wat er bijgedragen is. Ja. Daarnaast, je kan het in principe vormgeven zoals je het zelf wil, volledig vrij echt. Ja. Alles wat je wil is mogelijk. Wel is het zo bij een wiki dat je in principe een beetje vastzit aan de, je hebt gewoon de uitgebreide functionaliteit van wat een wiki aanbiedt, namelijk textuele pagina's met afbeeldingen en eventuele andere media die gelinkt kunnen worden aan elkaar. En dat is dan het hoofdding, dat is dan het encyclopedieachtige. En daarnaast heb je de user pages waar mensen iets kunnen vertellen over zichzelf. Dat zou je kunnen weergeven als gebruikersprofielen, echt op een mooie manier. En je hebt talkpages waar je gisteren en vandaag ook volgens mij gebruik van hebt gemaakt, waar je kunt overleggen over bepaalde zaken. Op zich is dat wel, wel aardig. Ook, wel eigenlijk allemaal in, ja. Even kijken, want we hebben nu besproken wat moet het doel zijn van een wiki. Toen vroeg ik wat moet er op die website staan. En Samir zei, dan moet eerst duidelijk zijn wat zijn de belangen, wat zijn de behoeftes. Mm-hmm. En je moet een beetje soort... Ja. Mee worden genomen als starter van wat kan ik hier? Mm-hmm. Nu duurt dat eigenlijk heel lang, dat je in de gaten hebt wat kan ik met Future Lab? Ja. Het doel van Permanent Future Lab is eigenlijk het toegankelijk maken van nieuwe innovatieve technologie, of innovaties, maar dat is op dit moment technologie. En dat doen we vanuit overvloed, dat mensen zeg maar roepen van hey, ik heb dat in het stof liggen, of een bedrijf zegt ik heb een prototype, maar die wordt dan niet meer gebruikt, of die heb ik al in overvloed om bevindingen te gaan onderzoeken. Dat is het, zeg maar, het doel van Permanent Future Lab. Nou, dat doen we in fysieke ruimtes, dus het is niet een of andere website waar je de technologie ziet, maar niet kan aanraken of proberen. Dus het is echt een fysieke ruimte, of dan wel hier zoals bij Seeds to Meet wat iets vaste ruimte is, of een pop-up wat bijvoorbeeld één dag duurt. En dat zou in principe overal ter wereld moeten kunnen. We zijn in Nederland gestart en je hebt natuurlijk in het buitenland wat cultuurdingen. Maar een site zou dus ook op den duur in een andere taal bijvoorbeeld qua toegankelijkheid. En jij legt dat nu heel mooi in hele korte tijd aan mij uit. Mm-hmm. En dat zou ik willen zien op die website. Ja, dat zou bijvoorbeeld ook een video kunnen zijn, hè, die op de voorpagina staat. Ik weet, dat is, noem maar even een suggestie. Ja, maar is dat zo? Wil je dat horen? Ik denk het niet. Jij misschien niet, maar ik wel. Ja, want dit is best een technisch verhaal. Stel je hebt een computer, je krijgt een iPad of zo. En maakt jou nou uit of een Apple is. Heb je dat nooit gezien? Het is wat je wilt gebruiken. En stel nou dat je zegt, want nu heb je, ik kijk nu naar de website. Je kan heel goed in een andere context gaan iets bekijken. Dus is iets wat in menu binnen te schiet is. Het gaat eerst over Permanent Future Lab, maar het gaat juist over die andere persoon. Want we zijn voor de mensen volgens mij. Wat heb je daar? Ja, wat is het voor jou? En ken jij de kloof tussen de mens en de technologie en nieuwe innovaties? En dat we daar een uitgangspunt voor kunnen pakken. Dat is een heel ander uitgangspunt. Maar dat zou ook kunnen. Dat je direct de lezer aanspreekt van hey, hallo, wie ben jij? Heb je al nieuwe dingen ontdekt? En vervolgens kan je ingaan op wat je kan doen met Future Lab. En dat toevallig dan met overvloed, dat soort zaken, dat is dan bijzaak. Ja, dat is wel gebruiker, ja, absoluut. Dat je dan kan bijdragen en als je nou gebruikt bent als individu, als gewoon individu, en je bent coach werkloos of je bent iemand bij een bedrijf, dan kan je altijd bijdragen. Ja. Als je dan op die manier mensen meeneemt in het verhaal, dan zijn mensen direct sprekers van, oh, gaaf. En vervolgens kan je uitleggen van, doe je ook mee? Ga je mee op reis? Dit en dit heb je nodig.
En zo zijn ja, wij. Dat is ook, dat kan ook een uitgangspunt zijn. Ja, dat is niet mooi. Logisch. Ja, helemaal niet. Ik moet er wat eerder op nemen. Ben je nog een donut? Maar inderdaad, dus niet beginnen met een A4'tje bij wijze van spreken bij de school aan tekst van Permanent Future Lab is een beweging. En dan denk je, ah, wat is dat? Want je gaat, ja, je mind gaat al ergens anders zijn. Maar het moet er wel staan. Direct, ergens. Ja, maar, ja. Dat is wel mooi. Ja, helemaal mee eens. Ja. Hans. Hans daar, ik vroeg nog waarom niet Wikipedia? Mag ik even Hans even bijhalen? Ja, tuurlijk. Ja. Of is het een matje? Geen idee. Het is open, dus het is open. De samenleving is open. Ik zal geen even op een antwoord. Oké, dus inderdaad, even waarom geen Wikipedia? Waarom staat er op Wikipedia dan niets over permanent future? Ja, het kan wel. Als het genoeg van belang is, dan zou er een artikel kunnen staan over permanent future. Even kijken, maar daar heb je gelimiteerde mogelijkheden. Wel een goede suggestie, maar ja. Dat was met heel veel lijstjes. En, ja, ja. Nou ja, voordat er een Permanent Future Lab wiki-artikel kon staan. En het kan ook zijn dat dat gewoon prima geaccepteerd wordt. Als het genoeg belang heeft in de wereld, dan blijft het er staan. Als er genoeg over geschreven is. Je houdt dan wel dat het een bepaald onderwerp heeft, namelijk een wiki-artikel. Je houdt ook dat het in een wereld zit met ook necrofilie als een wiki-artikel. Ja, en dat is het eerste wat je in mijn kop komt, vraag me niet. Verder is het zo dat... Maar dan zet je gewoon de introductie erop en zeg je, kijk hem al. Dat is goed, ja. Nee, maar dat is perfect, ja. Dus inderdaad, Jeroen, waarom geen artikel... Ja, gewoon doen. Op... Wikipedia. Nee, dat is het. Ik ben, ja. Maar voor als een site om naar de zakelijk en het bedrijven te sturen, als zijnde, hey, dit is PR Flap en doe dat, nee, het kan, maar dan misschien toch ook wel met informatie over de locaties en de hardware op een andere manier weergegeven. Ja. Maar we kunnen in de gewone wiki kunnen we wel plaatjes krijgen. Ja, dat is nu ook wel zo, al zijn er weinig plaatjes geplaatst. Want ik heb toen wel iets in zo'n lijst toegevoegd. Ja, dan moest ik echt een ding voor jou kopiëren. Hè, en dan tussen al die Niks meer aanpassen. Ja, dat is ondertussen veranderd sinds op een... Dat is wel bezig. Ja, ik kan Bart denk ik wel even laten zien. Want die, jij kent het wel, denk ik, of niet? De visual editor, heb je die gezien? Oké, nou ja, als je nu naar wiki gaat, ik klik gewoon op edit. Bijvoorbeeld hier zo. Oh ja, natuurlijk bij het scherm. Oh ja, dan, dan zie je. Nou, je kan het zelf zien als je. Kan je het al zien? Als je naar permanentfuturelab.wiki gaat, dan kun je op edit klikken. En dan kun je gewoon. Dat doen we zo. Oh ja, dat is gewoon prima. En op diezelfde manier kun je een link aanpassen. Dus hier zo verwijs je voor naar. Op inzetten. Clear indices. Al die okay. En wat meer? En bij de kalender kun je bijvoorbeeld zeggen insert below en dan kun je... Kunnen we een meter hier in fietsen of Ja, zeker. Dat is zeker een mens. Hoe zorg je ervoor dat de mens zeg maar voorop staat in die technologie? Ja, dat weet je wel. De technologie denkt altijd aan de koude dingen en zo. Als je niet niks meer hebt. Dat je toch dat de menselijke sfeer krijgt. Ja. Als het cola doet, zeg maar, weet je wel, dan zie je dat mensen. Gaat blijkbaar niet om het drankje ineens. McDonald's gaat niet de burger altijd, maar... Dan zoek je een leuke dame, die gaan alle gadgets die hier zijn, ga je die omhangen. Nou, op het hoofd. Lekker, dat moet drie van mij wel. Vier dingen. Lekker makkelijker, jongen. Dan kregen we alles. Hier gaan we een foto van maken, dat is gewoon een beetje. Inderdaad, dat is de vraag, want ik denk, want waarom zijn we hier samen? Nou, mijn gedachte was inderdaad een mini hackathon te hebben met een stukje vooroverleg, want we kunnen nu allerlei gave dingen drinken, maar liefst heb ik dat om 12 uur die website beter en mooier is en meer voldoet voor alles en iedereen dan nu. En volgens mij
is wat wij nu in ieder geval met z'n allen hebben besproken wel een beetje op een lijn. Tot nu toe al. Namelijk, het is. Sorry, mijn stem. Het is belangrijk dat iedereen in de beweging kan deelnemen. En het is belangrijk dat het ontwerp visueel aantrekkelijk is. En het is belangrijk dat als mensen op de website komen, dat ze weten waar het om gaat. Of in ieder geval dat ze getriggerd worden om door te lezen en dan met Samir, wat jij zei, erbij, namelijk je hoeft niet gelijk in te gaan op de inhoud van wat Permanent Future Lab is, als wel dat je mensen een beleving kan aanbieden waarbij gelijk wel duidelijk wordt dat het Permanent Future Lab locaties opzet die innovatief tech op deelt, dus in fysieke locaties. En ik denk dat we daar, het is nu 11 uur, ik denk dat we daar al vrij snel nu lekker naartoe kunnen gaan. Van hoe gaan we dat dan bereiken? Hoe moet dat er dan uitzien? Wat zou je willen zien bij binnenkomst? En wat mensen roepen, dus wat mensen delen, of je dat zou kunnen tonen, of inbedden of verwijzen naar die site van jou, of je alles daar niet ook al opnoemde. Ja. Heel simpel. Iets van, er gebeurt iets in de beweging, waarmee het interessant is om dingen te delen ook. Ja. Volgens mij, wat ik zou willen zien, als je als ultiem website of ultiem wat hier mogelijk is? Ultiem, gewoon dromen. Dromen zou ik doen. Ja. Nou, wat ik zou willen zien is eigenlijk dat je niet te veel tekst hebt, maar dat je een paar plaatjes hebt. Mm-hmm. En dat het duidelijk is van, heel simpele schetsen. Zo'n sketchnote achter. Ja. Dus je kan klikken en daar meer van wil weten. En ik ga even nadenken. Bijvoorbeeld daarvan heb ik waarschijnlijk wel. Ik had jullie een soort link gestuurd. Had jij dat nog gezien? Nee, ik heb de mail zelf niet gezien. Weet je zo? Livingawesomelife.com. En dat zijn plaatjes waar je kan klikken. Ik kan niet mijn scherm delen. Experian, hè? Ja, bijvoorbeeld iedereen. Met het project Adding Wall of Fame. Ja, die zie ik niet op die manier. Dat kan iedereen maken, dat is niet heel moeilijk. Het is gewoon, ik ben ook een beetje is het zo bezig. Ja, je hebt nou een beetje hetzelfde, dan heb je zelf een soort spreking stijl nodig. Niemand die dat... Ja, dat is op zich wel, maar je kan het, ja. Maar dat is, weet je wel, dan is het even net even anders, net even, dat is dan mijn... je kan ook heel makkelijk daarmee samenvatten. Ja, en heel even lekker meta houden, dus hoe de vorm dan nog wordt. Jij zegt even schets, je komt binnen en wat zie je? Want wat zie je dan? Dan zie je schetsdingetjes, maar wat toont dat? Hij legt van wat jij er aan hebt, zoals jij als bezoeker verwelkomd wordt, dat jij als mens direct begrijpt, wat heb jij eraan, waar ben je en hoe kan je bijdragen? Misschien, als het kan, een plaatje kan je heel veel, de how, what en why. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk wel zoals je nodig hebt. How, what, why. Ja, we moeten met de why beginnen. Oké, en dat is wel heel erg macro. Dat is prima. Is dat ook wat jij voelt? Marielle, wat zou jij willen zien als je binnenkomt? De uitstraling of de inhoud of raadjes? Nou, ik vind het altijd iets interessant als ik het meteen boven kan stellen hoe ik het ga gebruiken. Ja. Dan wordt het meestal getriggerd. Dus als ik iemand anders het zie gebruiken, dan triggert mij. En dat kan een schets zijn, maar het kan ook een filmpje zijn. Oké, ja. Dat is toepassingen vaak. Vaak zijn mensen ook wel vrij praktisch. En als je iets ziet staan, dan snappen de meeste mensen niet wat kan ik er dan mee? Wat zou ik er dan mee kunnen voor mijn werk, voor mijn persoonlijke leven? Een aantal voorbeelden van dat
zou mij wel triggeren. Van, goh, dit is iets nieuws. Dat, maar zo zie je het in actie, zal ik maar zeggen. Zo zie je dat iemand hier profijt van heeft. Ja. Of dat het iets toevoegt aan je werk. Hmm. Dus als je dat zichtbaar zou kunnen maken, zou mij dat triggeren. Mm-hmm. En dat kun je ervaren op het Future Lab, want dat kun je allemaal uitproberen, een beetje speels. Ik denk dat als je het ook heel serieus pakt meteen, dat hoeft niet eens. Mensen willen vaak toch een stukje eerst experimenteren. Mm-hmm. Dus dat ook mogelijk is, dat je daarmee experimenteert en dan kijkt wat je daar hebt in je... Dus in de vorm van een filmpje of ja, een animatie of... Experimentation. Ja, want allemaal start-ups, die hebben ook allemaal gewoon een filmpje waarin ze uitleggen wat ze doen. Ja. En dus dat misschien niet helemaal een start-up, maar echt wel vergelijkbaar. Ja. Nee, daar zijn die, wij doen iets nieuws. Ja, dat is een hele mooie animatie, ik vind er altijd heel, heel helder in. Altijd vaak kernachtig weer. Ja. Een simpele taal, dat vind ik altijd heel sterk. Ja. Dat zou een ingang kunnen zijn. Wat dat betreft, jij hebt me niet gezien, Marion, maar de meeste van ons volgens mij wel de vorige site van het Future Lab, die de eerste paar maanden online stond. Die was, ja. Dat was eigenlijk een filmpje als start, alleen dan een soort stokfilmpje van iemand die toch net wat moderner eruit zag. En daaronder stond een soort van opsomming van technologie qua foto's, niet qua tekst, maar echt een afbeelding waar je met je muis overheen kon en dan doorklikken. Dat vond ik wel heel sterk. Ik vond inderdaad niet sterk dat het gesloten was, maar wel sterk hoe het visueel eruit zag. Dat was wel goed. Ja. Heb je die nog ergens? Dat draaide om. Bart heeft die geloof ik als... Ik ben alleen wel goed vergeten. Wacht even. Weet je nog? Hij staat op pardon. Dus het eentje salut of zo? Ah, salut. Ah, dat was het. Salut, bonjour. Natuurlijk. Ah, bonjour. Salut. Ja. Oké, nice. Dat moet hem zijn. Tenzij jij een vertraging inbouwt na 4 keer verkeerd ingevuld hebben. Heb ik hier internet? Ja, dat werkt. Marielle, ik ga je even op jouw user talk op de wiki. Een linkje zenden. Ja. Van de ouders eerste site. De jongens hier, ik heb het niet gedaan. Dit is wel mooi. Dit is een conversatie tool. Dit is de demo site van. Nee, dit is de oude site. De eerste site. Ja, en die plaatjes, dat was gewoon wel mooi. Dat had je gewoon heel makkelijk een overzicht van wat er dan was. Zo gaan ze daar met de wiki uiteindelijk weer naartoe kunnen. Makkelijk gewoon zo'n plaatje. Ja, dat was het. Dit. Oké, Marielle, als je nu naar de wiki gaat, heb je als het goed is een eentje rechtsbovenin staan. En, ja, ik zie het. Ja, ik heb het. En wat je daar zo direct ziet, is een link. Ik moet alle gebruikersnaam wachten hoor. Ja. Schaamlijk. Nou, als je nog niet ingelogd bent, dan moet je even inloggen. Via Chrome browser. Ik dacht dat ik was ingelogd. Want anders zou ik dat eentje niet kunnen zien. Was het ook. Ik ben wel ingelogd. Oké, en dan zie je rechtsbovenin als goed is je naam. Dat is Jovan. Ja, Rijn, ja. En dan ga ik naar de link. En dan vraagt hij gebruikersnaam en wachtwoord. Ja, die moet je wel opgeven. Ik denk dat je die zo goed opgeven. Die heeft Bart als goed is erbij. Nee, dat is wat je zegt. Ja, oké, inderdaad. Nee, dan is de gebruikersnaam is bonjour met kleine letters. En het wachtwoord is salut met kleine letters. S-A-L-U-T. Okay. Goeie wachtwoord. Werkt dat? Ja, wel vet. Even kijken. Zijn ze helemaal af met nog vijf en nog een beetje afgemaakt worden? Oh, het is echt een 3D. Ja, een WordPress thema was dit. Kom je op de website, Maria? Ja, ik zie nu wel in het Future Lab een auto verwijderd. Een Audi-reclame. Ja, dit was de eerste website. Welke is nog beter dan? En als je naar beneden scrolt, zie je technologieën die onder andere getoond worden. Maar dit is wel gaaf. Ja, dat is bijna. Nou ja, dat is het. Dit was qua ontwerp super. Ja, een beetje dubbel gevoel. Alleen niemand kon het bewerken. Dat was het eigenlijk.
En toen is gedacht van, nou ja, als we binnen zo'nzelfde WordPress-installatie dus maken, weet je ook, kunnen we dan zo maken dat iedereen kan bewerken. En ja. Dat kan wel, maar dan ben je eigenlijk een soort wiki aan het nabouwen. En vandaar dat er een wiki is gekomen. En toen was het opeens mogelijk voor iedereen om aanpassingen te maken. Maar ja, het ontwerp was gewoon afwezig. Daar komt het nu. En nu is het 10:58. En om 12:00 moeten we allemaal weer een beetje de andere kant op. Dus wat mij heel erg leuk lijkt is om... Nee, we hebben hier een pro-ontwerper onder andere, dat is Janine. Misschien kunnen we gewoon even, dat jij hier in het midden met een schetspapier gaat, dat we met z'n allen een schets kunnen maken voor wat je ziet als je binnenkomt. En dan niet gelijk met animatie, want dat kunnen we niet in 40 minuten uitwerken. Maar al was het maar gewoon de vorm, weet je wel, en wellicht ook de content. Vind je dat een goed idee? Kunnen we het label movies kunnen doen? Ja. Weet dat? Ja. Misschien wil je ook gewoon zien wat even het nieuwste gadget is. Dat is ook gelijk gedaan, inhoudelijk. Kan een movie niet? Volgens mij kan je voor op zijn minst een YouTube filmpje bijvoorbeeld inbedden. Ja, maar sowieso qua vorm denk ik dat het belangrijk is om niet alleen een filmpje te hebben, maar überhaupt een landing met een vorm waar je dan wellicht het filmpje zit, maar ook wel iets van tekst. En, ja, denk ik ook. Bijvoorbeeld, of plaatjes. Of, ja. Zeker is dat wel heel mooi gedaan, inderdaad, met de plaatjes. Want, ja. Ik vind het lekker om. Maar vind je dat een goed idee? Om iets te gaan maken voor als landing nu ja. al. Ja. Cool. Dat is ook heel flits weg. Staat niet in jouw beeld, hè? Zo. Nee. Heel veel beeld. Nee. Mag ik wel iets naar beneden klappen? Laptop. Ja. Top. Yes. Want waar hadden we het net over? Hebben we papier hier? Ja, A4 papier. Want even papier snel bij, ja. Papier. Ik heb daar bij de print aan wel wat. Zal ik daar ophalen? Ja. Super slecht, ook aan de 4. A3? Ja. A3 wil je? Ja, de dag voor de rest. En de A3 ligt. Druk het niet door? Wat mee. Dat Jeroen dan ook weer erbij is en Samir, want de rest is ook papieren. Ja. Ja, snap. En ik wil dan als test, jullie dan als we het af hebben, dan kunnen we daar ook uittekenen. Oh, dat grote ding. Ja. Oh, dat is Jeroen. Ik heb geen A3. Oh, of we kunnen dat gebruiken. Zou je misschien eerst hebben, dat is dan. Dat vind jij mooi, hè? Permanent Feature Lip is een beweging die de nieuwste tech deelt op fysieke locaties. Dat is dan wel heel erg inhoudelijk. En nee, dat is de woord. Maar waarom? Dat is de vraag eerst, denk ik. Of niet? Ik weet het niet. Oh, zo. Beschrijft is de what. Wat is het? Het is een delen op technische van techniek op verschillende locaties in Nederland. Ja. Waarom ben je dit gestart? Ja, ja. Is dat een vraag die mensen triggert? Dat is natuurlijk de vraag. Zou jou dat triggeren, Samir? Wat zei je? Zou jou dat triggeren, de why-vraag?
als eerste te lezen als binnenkomen. Nee, ik liefst nee. Niet? Nee, het is te technisch. Nee, het is te technisch. Is te technisch? Ja. Ook de waarom vraag, is dat technisch? Ja. Vind je niet? Ja, waarom? Waarom delen? Ja. Waarom delen? Gaat, wat is de waarom? Wat is volgens jou de waarom? De waarom vraag van jullie lab? Dat moet je niet aan mij vragen. juist wel, want jij bent nieuw. We willen leuk bezig zijn met elkaar. Nee, ik het waarom vraag, ja, dat weet ik even. Meteen kan ik niet antwoord opgeven waarom jullie daar nu zitten met z'n vijven. Ik stel hem met opzetten. Ja. Maar toch zit ik erbij, dus de waarom vraag is misschien niet zo belangrijk. Ja, wel ook, leuk bezig zijn. Ja. Werd de audio opgenomen trouwens? Als het goed is... Wordt niet uitgezonden. Ja, top. De waarom is dat de kloof tussen de gemeenschap en de tekst steeds groter wordt door de, hoe noem je dat ook alweer, de zeg maar snel stijgende lijn van groei van technologie, exponentiële groei, sorry. Waardoor het voor de gemeenschap eigenlijk steeds moeilijker wordt om die technologie te bevatten. Dat is de waarom. Ja. Dus de wat? Ja. Maar ik kan het niet goed lezen, maar... Ah. Ah, ja, je hebt van 3 rondjes. Dus ik moet je de Venn-diagram voorstellen. Uh-huh. Dat zijn eigenlijk de 3 waarden. Waar gaat het over? Dat is openheid. Waarde 1. Waarde 2 is innovatie. Waarde 3 is de samenleving. Dus eigenlijk jij en de samenleving. En daar kan je een aantal dingen aan koppelen, openheid, open source bijvoorbeeld, innovatie, kan je zeggen technologie, jij, de samenleving, wat kan je daarbij noemen? Ondernemers, bedrijven, individuen, buiten. Ik moet even de deur open doen. Oké. Het was een goed verhaal. Buitenaardse wezens. Dieren. Ja. Dieren. Mag wel mee. Sommige mensen hebben wel eens gevraagd, is de samenleving een waarde? Maar weet ik, ja, vind ik wel. En vervolgens juist. Wat had je bij 1 staan? Heb je ze weggestuurd? Nee, ik moest even de zoon kwam bellen. Dus ik moest even de deur op. Okay. Openheid. Openheid, oké. Okay. Ja. Dat is wel mooi. Dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld open source. En ook delen staat eronder. Mm-hmm. Ja. 2 is innovatie. Ja, dat had ik. En 3 samenleving. Ja, en bij samenleving kan je bijvoorbeeld ook denken aan buitenaardse wezens, noem maar op. Maar hoe maak je dat visueel, dit plaatje, op je startpagina? Weet ik niet, maar... Dit is een structuur zou het kunnen zijn. Ja. Maar dat is een wat. We hadden het over wat, waarom een why. Dit is een wat. En dan kan je ook, die samensmelting zorgt ervoor dat je een technologie gaat delen met de samenleving. Dat is de wat. En dan de hoe is in de ruimtes die in de overvloed worden gedeeld. En waarom is om de kloof tussen technologie en samenleving te verkleinen. Ja. Dat is een mooie samenvatting, ja. Ja, ik vergeet nog. Dat zou je heel sterk kunnen neerzetten, heel kort en krachtig dit. Visueel, denk ik. Heeft wel af, ja. Ja, want zou het tof zijn om straks al iets visueels te hebben? Ja. Je hebt het gemist, heb jij het? Ja, ik kent het. Dan bijvoorbeeld zoiets. Dus wat is het ergen? Wat is het wat? Nou, wat het over de wat en de hoe en de why. Maar willen we dat direct op de website hebben, dit? Want wat jij eerder zei, Samir, dat je inspeelt op de persoon die binnenkomt.
is niet dit. Nee. Dus we hebben het nu eigenlijk over iets anders. Ja. Ja, en nou, dus dat moet wel in de website komen, maar niet als nummer 1. Ze kan niet verpakt bij. Misschien kun je bij de 3 dan, bij de jij. Nee, de homepage, zal ik zeggen. Ja, je kan dat op verschillende manieren kan je natuurlijk inspelen. Zeg van ja, wil jij. Wat betekent het tegen. Ik kan het op zoveel manieren doen. Wat betekent het tegen voor jou? Ja. Je hebt een aantal, als we van de type bezoekers uitgaan, je hebt een aantal type bezoekers die naar de website gaan. Volgens mij is het de meest voorkomende, is onderbuikgevoel. Want het is de grootste doelgroep, is de mensen die een Future Lab bezoekt. Ja. Veel bezoeken. Dan de twee na grootste doelgroep zijn mensen waar Jeroen het ook over had, die die technologie mogelijk willen delen. Dan wel bedrijven, dan wel mensen zoals Jeroen zelf die ergens iets in het stof hebben liggen. Nou, dan heb je weer wat kleinere groep zijn mensen die actief willen bijdragen in de beweging. En zoals hosts, initiatoren enzovoort. Die zijn vaak al geïnteresseerd en zoeken wat verder. Die klikken wel door op linkjes. Dus ja. Ik denk dat die vooral die eerste twee het gevoel moeten hebben wat ze ermee kunnen, hoe ze dat dan kunnen gaan doen. En daar dat op een aantrekkelijke manier. Ja, dus stel nou jij bent niet eens zozeer geïnteresseerd in techniek. Maar we willen die kloof dus minder breed zien te maken tussen technologie en samenleving. Hoe raak je dan toch getriggerd om naar zo'n ruimte toe te gaan, ongeacht waar die zich bevindt? Dus het moet zeg maar die toegankelijkheid heel erg uitstralen. En de kloof, want we hebben het altijd over de kloof tussen mensen en technologie, dat steeds groter wordt. Ja. Dat moet ook heel erg duidelijk zijn. Moeten juist mensen. We moeten juist de kennis delen die we hier hebben liggen met andere mensen. Ik denk een early adapter komt toch wel hier, weet je wel? Die roept, oh wauw, printer. Early adapter. Adapter. Ik verstond early adapter. Ja, mijn Engels is... Hoor jullie niet meer. Ja, ja, Thomas, je staat met je kont voor je Marielle. Er staat iemand vol. Sorry hoor. Ik denk, geen mijn beeld is zwart, maar... Het is voor de broek. Het is de kont van Thomas. Ja. Maar dat moet inderdaad de website duidelijk zijn dat we daar voor staan. Dat we mensen willen kennis willen laten maken met de nieuwe dingen. Ja, ik denk niet zozeer dat wij duidelijk moeten willen maken dat we dat willen, maar nee, dat ze maar zich goed. Aantrekkelijk voelen. Ja. Je weet dat het kan. Ja, dat je weet dat het kan. Ja. Dat jij bijvoorbeeld hoort van, als je normaal iemand over een 3D-printer hoort, dan denk je van, ja, dat zal mijn tijd wel duren, of dat gaat mij echt niet vervangen als sieradenontwerpster, noem maar wat. Ja. En over 5 jaar heb je je Kodak-momentje, omdat je ingehaald bent. Dan denk je, ja, shit, had ik me daarmee in verdiept. Maar ik kon daar niet bij, weet je wel, want het is zo'n schaars, moeilijk toegankelijk product. Ja. Dat je toch het idee hebt van, het is ineens niet schaars meer, want het staat hier ter beschikking. Dat bedoelde ik eigenlijk net ook te zeggen. Als ik dan zo'n 3D-printer gewoon zie in een huis die toevallig iets print, hè, dan komt het moet heel dicht bij de mens komen. Juist. Als het in een lab staat, is het voor mij nog iets ver weg. Maar als ik het zie van, het is een onderdeel van een gezin waar iets geprint wordt, noem maar wat, het kan. Dan komt het ineens een stuk dichterbij. Maar vaak wordt het gepositioneerd in een bedrijfssetting, in een ruimte. En dan heb je zoiets als toeschouwer, of ja, dat is ver van mijn bedshow. Wat dan als je zegt van, gewoon een verhaal, dat is gewoon een beginnende verhaaltje, niet te lang is, of van, Ja. Heb jij ook niet het idee dat technologie super snel gaat, maar dat je er niks van meekrijgt? Bij het Future Lab kan je het allemaal meemaken. Ja. Daar kan je bijvoorbeeld een virtual reality testen, kan je robots ontmoeten, kan je de Google Glass opzetten, kan je iets doen met een hersenscanner. En alle andere technologie dat wordt gedeeld. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door mensen die delen. En daar zit geen geld in. Nou, en dan heb je toch al iets voor iemand die helemaal niks snapt. Die gaat dan natuurlijk denken van, wat? Zoiets.
Kijk, dit is zeg maar. Ja, een brainstorm. Ja, er is bij. Komen.